Na 1995, het jaar waarin we met veel hoogwater te maken hadden, veranderde het beleid van Rijkswaterstaat met betrekking tot de rivieren. Tot dan toe sloten we in Nederland rivieren op tussen steeds hogere dijken. Na de bijna overstromingen van 1995 besloot de overheid de rivieren juist meer ruimte te geven. Ruimte voor de rivier. Dat kan bereikt worden via een aantal verschillende maatregelen die inmiddels allemaal al zijn of nu worden uitgevoerd in Nederland. Daarbij kun je denken aan uiterwaardvergraving of verlaging. Het gebied tussen de zomer- en winterdijk wordt dan verlaagd. Je kunt ook denken aan de aanleg van nevengeulen, waarbij hoogwater extra rivierwater door kan worden afgevoerd. Kribverlaging is een derde mogelijkheid. Wanneer de kribben in de rivier worden verlaagd, kan het water sneller en makkelijker worden afgevoerd. Een vierde mogelijkheid is de zomerbedverbreding of verdieping. Daarmee wordt het debiet van de rivier vergroot. Ook het verwijderen van obstakels, denk aan brugpijlers, maar ook aan hoogwatervrije terreinen in de uiterwaarden, die weggehaald worden. Dijkverlegging is ook een mogelijkheid om de rivier meer ruimte te geven, wordt hier en daar toegepast, soms ook dijkverhoging of dijkversteviging of versterking. Nadeel van dijkverleggen is dat je vaak te maken krijgt met mensen die in een bepaalde omgeving wonen. Een laatste mogelijkheid die ik hier wil noemen is ook de aanleg van bypasses of overloopgebieden. Dat zijn gebieden die bij extreem hoog water onder water mogen worden gezet. En al die maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de te hoge waterstand in de rivieren zo snel mogelijk daalt. Soms is de waterstand juist te laag. Dan worden de stuwen gesloten om voldoende water in de rivier over te houden om de spaarbekkens te vullen. Spaarbekkens, dat zijn de opslagplaatsen voor ons drinkwater. Daarbij kun je denken aan het IJsselmeer, maar ook aan verschillende gebieden in de Biesbosch.